iedereen, welkom terug op ons kanaal en welkom weer bij een nieuwe video. Als je de video van vorige keer hebt gezien of ons misschien wel volgt op Instagram Stories, heb je misschien wel gezien dat we jullie hadden gevraagd of wij dit jaar ook weer een kerstcadeautjeshaul moesten opnemen. En daar hadden we echt massaal het antwoord ja op gekregen. Dus dat is wat we vandaag gaan doen. Ja, en we willen dit niet laten zien om op te scheppen of iets dergelijks, maar meer als inspiratie. We vinden het zelf ook heel erg leuk om dit soort video's bij andere mensen te bekijken. En dan krijg je toch weer leuke ideetjes van cadeautjes en dergelijke. Mm-hmm. Dus laten we snel beginnen. Het allereerste cadeautje waar ik mee wil beginnen is deze super lieve alpaca. En deze heb ik natuurlijk van Tara gehad. Ik bedoel, het kan gewoon niet anders. En ik zou willen zeggen, ontmoet Paco. Het heeft heel eventjes geduurd, ongeveer een dag, anderhalve dag voordat ik de naam had gevonden. Maar het is Paco geworden. Hij is super zacht, hij is super fluffy en helemaal mooi wit. En ik ben er echt ontzettend blij mee. Deze wilde ik heel graag hebben. Dus ik ben heel erg blij dat ik deze heb gehad. Nou, sinds deze zomer vind ik het eigenlijk wel weer wat leuker om bordspelletjes te spelen. Of überhaupt spelletjes. Mm-hmm. En daarom was ik een beetje op zoek naar spellen. En daarom heb ik dit cadeautje gekregen van Larissa. Dit is Cards Against Humanity. En dit zou een feestjes party game zijn voor verschrikkelijke mensen. Ja. Je moet er, als het goed is, hele grove grapjes mee echt maken. Grof. Ik weet niet precies hoe het nog werkt, maar ik denk dat het wel een spelletje voor mij is. Ja. Ik denk dat het wel gewoon heel erg grappig kan zijn. Ik heb het één keertje gespeeld en ik vond het echt hilarisch. En ik weet zeker dat jij het ook heel erg grappig vindt. Dus ik ben heel erg benieuwd wat je ervan vindt. Ik heb hem ook eigenlijk gevraagd nadat jij er zo enthousiast over mm-hmm. vertelde. Toen dacht ik, I need it. Nou, ik heb hier de internationale versie van het spel. Je hebt volgens mij ook nog de UK versie en de US. Een US-versie. En het spel is wel 17 plus. Oh. Staat erop. En het is voor 4 tot 20 spelers. Oh, dat is best wel veel. Ja, 20. Volgende cadeautje dat ik ook van Tara heb gehad is dit. Dit is de La Roche-Posay Everclear Duo. En dit is serieus een geweldige crème. Ik heb hem al heel vaak opnieuw gekocht. Maar ik heb deze toevallig op dit moment niet. Dus ik ben heel erg blij dat ik deze van haar heb gehad. Ik heb hem ook in de getinte variant in medium. Die is ook echt super fijn. Maar deze transparante variant vind ik heel erg fijn om in de avonden te gebruiken. Want dan heb ik toch niet dat kleurtje nodig. Dus heb je wel eens last van onzuiverheden, puistjes? Je hebt toch wel eens, zeg maar, als je een beetje aan iets hebt gezeten, dat een soort van opzwelt en dik wordt. Ja. Als je dan dit erop doet en dan gaat slapen, dag na, it's gone. Dit is echt miracle stuff. Volgende cadeautje is dit boek. Het heet Moonology, Working with the Magic of Lunar Cycles. Van Jasmin Boland. En dit is een boekje die ik heel vaak tegenkwam op het Instagram account van Mary Josie. En daar was ik heel erg benieuwd naar. Dus ik had aan haar gevraagd van hoe heet dat boekje. En zij was er heel erg over te spreken. Het gaat namelijk over de 8 fasen van de maan. En hoe je daar een beetje mee om kan gaan. Hoe je daar eventueel een beetje dingen mee kan voorspellen. Of kan kijken. Ja, je kan er zeg maar, als je daar een beetje veel beïnvloed door bent. Of denkt te zijn. Dan kan je dat erachter komen in het boekje waar het dan voor komt. Ja. Het is echt volgens mij een heel leerzaam boek. Dus ik ben heel erg benieuwd wat er allemaal in staat. Nou, ik ben ook een hele grote theeliefhebber. Dus ik heb dit jaar ook lekkere theetjes gevraagd. Volgens mij heb ik het vorig jaar ook gedaan. Misschien is dat wel iets wat ik elk jaar doe. En ik heb 3 zakken met super fijne witte thee gekregen. En die zien er zo uit. Ik vind de zakken trouwens ook wel echt heel erg cool eruit zien. Het zijn 3 verschillende. Ik heb op dit moment deze in gebruikt. Dit is de Antlers witte thee. En het zijn echt van die stokjes. Het ziet er heel gek uit. Het zijn net een soort van wandelen. Ja. Het is echt een soort tak gewoon. Dus dat is wel heel erg grappig. En ik vind thee gewoon zo ontzettend lekker. En dan vooral gewoon goede kwalitatieve thee. Kan nog wel eens prijzig zijn. Dus dit is ook wel echt weer een heel goed cadeau idee. Vind ik zelf op deze kant. Dus daar ben ik echt lekker blij mee. En ik heb zo meteen in gebruik genomen. Want zoals je misschien wel hoort, Tara en ik zijn allebei best wel ziekig, heel erg verkouden. Dus de waterkoker die is echt volop in gebruik op dit moment. Dus dit is heel erg fijn om te hebben. Nou, en bij die thee hoort natuurlijk ook een theeapparaatje. Of hoort natuurlijk niet, want je kan het ook gewoon in zakjes en zo doen. Maar ik ben heel erg blij met dit ding. Ik weet eventjes niet precies de naam. Volgens mij was het Chai Cult of Cult Chai, iets in die richting. Geen idee. En het is super handig. Er zit zeg maar een ingebouwde filter in. En hier kan je gewoon losse thee in doen. Dan doe je dus gewoon los water bij. Dan gaat het hier lekker een beetje lopen broeien. Trekken.
En ik ga gewoon eventjes een clipje in doen. Dan zie je zeg maar hoe het werkt. Want als je een kopje onderhangt, dan gaat hij gewoon het in je kopje laten druppelen. Super makkelijk. En ik haal hier 2 kopjes uit, wat wel heel erg lekker is. En het is gewoon een hele chille manier om losse thee eigenlijk te gebruiken. En ik kan hier ook verse munt in doen. Oh ja. Je kan er alles in doen wat je wil eigenlijk. Ik zat ernaar te kijken en dacht ik, waarom heb ik daar niet aan gedacht om dat te vragen? Dat is iets om op mijn lijstje te zetten voor volgend jaar. Als je een theelover bent, is het echt een super handig ding. Dan heb ik hier 2 dingetjes van Jo Malone. De eerste is het geurtje die ik super lekker vind. Dat is Wood Sage en Sea Salt. En mijne is echt gewoon de dag voor kerst opgegaan. Dus ik ben super blij dat ik hem opnieuw heb gekregen. Want dit is echt zo'n lekkere geur. En de geurtjes van Jo Malone die kan je met elkaar dragen, de geuren. Dus ik heb nog 2 andere geuren thuis. En die breng ik dan aan op mijn huid. En dan deze eroverheen. Dus ik heb nog een hele houtige geur thuis. En dan daaroverheen doe ik deze. En die zit ook hout in, maar is eigenlijk wat frisser. En ik vind hem echt zo lekker ruiken deze. Ik ben hier heel erg zuinig mee. Maar tegelijkertijd ook niet, want ik wil hem echt overal spray. Ik vind deze echt heerlijk. En ik heb daarnaast nog wat anders gekregen. En dat is een zeepje. En deze ruikt naar... Oh, die vind jij heel erg lekker ruiken. Ruikt naar rozen. Zo. Maar echt heel sterk. Heel goed in rozen, ja. Het is echt zo'n zeepje die eigenlijk bijna niet aan wil raken. Maar die toch wel... Ja, ik denk dat ik hem gewoon onder de douche ga gebruiken. Het ziet er ook zo mooi uit allemaal. Ja, heel luxe. Heel erg lekker. Over lekkere geur gesproken. Ik heb van Tara, allebei toch? Mm-hmm. Van Tara 2 super lekkere kaarsen gekregen. Heb je deze ook in Aruba gekocht of niet? Nice. Op Aruba had je een Bath & Body Works winkel. Ja, en Tara zei het al in de app van er is een Bath & Body Works winkel. Hebben jullie nog iets nodig? En volgens mij had je... Ik heb heel vaag gezegd, op zich een kaars zou wel lekker zijn. Oh ja. En toen dacht ik, koop ze gewoon en dan kijk ik wel of je er nog wat over zegt. Want als je het wel had gezegd, dan weet ik, dan kon ik het natuurlijk niet meer cadeau geven. Ik had wel kaarsen volgens mij op mijn verlanglijstje staan. Maar toen je dat dus vroeg, toen dacht ik al van... Oh, ik hoop dat ze iets van Bath & Body Works meeneemt. Ja. Want Tara weet echt precies de geuren die ik lekker vind. Dit is namelijk White Barn Mahogany Teakwood. En het is een super grote kaars met echt 3 lontjes erin. En dat ruikt zo ontzettend lekker deze. Het doet me heel erg denken aan gewoon een beetje soort van frisse... Abercrombie & Fitch. Abercrombie & Fitch winkel. Echt heerlijk. Dus deze heb ik. En ik heb ook deze. Dit is de Aromatherapy Stress Relief Eucalyptus en Spearmint. En deze is echt wat meer... Wat frisser. Ja, dit is ook echt mijn favoriet. Ja, een frissere mintgeur. Ook echt ontzettend ook lekker. Of zo. En ook deze heeft weer de 3 lontjes. En het is gewoon, ik vind het gewoon heel erg fijn om op dit moment gewoon kaarsen te branden. Gewoon de hele dag door. Mm-hmm. Maar echt de hele dag door. Dus ik ben zo ontzettend blij dat ik weer een goede voorraad heb. En dan heb ik nog een kaars. Deze heb ik gekregen van de moeder van mijn vriend. En dit is een kaars van Rituals. Dit is de White Lotus en Jiren. Deze is ook echt super lekker. Deze geur ken ik al. Dit is mijn favoriete geur. En het is een hele soort van milky, zachte geur eigenlijk. Ja, heel fris. Ja, of zo, maar ook warm. Maar ook wel zoet en warmer. Hij is echt heel erg lekker. Nou, zoals je kan zien, ik heb echt een mega goede voorraad aan heerlijke kaarsen op dit moment. Dus ik ga gewoon alleen maar thuis zitten, denk ik. Nou, over lekkere geurtje gesproken. Ik heb hier nog een geurtje, die heet Wood van D-Squared. Dus die heb ik nog gekregen. En volgens mij heb ik deze vroeger ook al een keertje gehad. Mm-hmm. Dus die vind ik heel erg lekker. En dan heb ik hier ook nog 2 keer een make-up setting spray. Ik kan hier echt niet zonder, dus ik ben hier heel erg blij mee. En dit is de All Nighter van Urban Decay. En dan heb ik hier ook nog de travel size van. Dus dat is mega handig. Want volgens mij zit in deze net... Oh, je zie je? 118 milliliter. Oh my god. En ik heb dus een keer de fout gemaakt door het te kopen. En door het toen mee te nemen. En toen werd het gewoon meteen weggegooid. Waarom doe je het 118? Ja, het was heel erg frustrerend. Het is een heel fijn product. En ik heb hier ook nog een lip gloss. Die heb ik nu op van Anastasia. En Serena vond het heel erg grappig. Want deze heet Tara. De geur. Of de kleur. Dat is dus, mooi. Ze vond hem ook heel erg bij me passen. Ik vind hem ook heel erg mooi. Ik heb hier trouwens nog een thee accessoire. Ook deze heb ik van Serena gehad. En deze is van Kikkerland. En dat zijn Tea Fishermen. En het zijn hele schattige soort van rubberen poppetjes met een hengel. En dan kan je dan je theezakje aan vastmaken. Zodat hij niet zeg maar in je kopje gaat vallen. Dat is echt zo, altijd zo vervelend. Dus deze zijn wel heel erg schattig. Er zitten er 4 in. Dus als ik gewoon 3 mensen op bezoek heb, kunnen we alle 3 of alle 4 dan zo'n mannetje hebben. Ik vond het wel echt een heel schattig dingetje.
volgende cadeautjes zijn voor in de keuken. En dat is iets waar je mij altijd blij mee kan maken. Want ik vind altijd dingetjes wel lekker en leuk om te hebben. Eerst is Himalaya zout. Die ben ik echt super blij mee. Want mijn moeder heeft thuis een hele grote pot staan. En daar haal ik altijd zout vandaan voor de keuken. Gewoon thuis naar huis meenemen. Ja, dan neem ik gewoon een potje mee naar mijn moeder. En dan vul ik hem. En nu heb ik dus mijn eigen grinder. Wat ook wel echt heel erg fijn is. En die verkopen ze 1 keer per jaar met kerst bij de Lidl. Dus dat wist ik niet. Daarom had Serena hem voor me gehaald. Want ik ben echt tegen haar een keertje. En daar heb ik een heel statement gemaakt over dat keukenzout gewoon minder lekker en minder goed voor je is dan Himalaya zout. Dus vandaar, dat vond ze ook wel gewoon grappig. En ik ben er heel erg blij mee. En ik heb hier een hele lekkere dressing. Ze moest meteen aan me denken omdat er truffel in zit. Het is een balsamico truffel dressing. En ik ben echt dol op alles met truffel. Gewoon alles met truffel. Ik vind het zo ontzettend lekker. Dus ik weet zeker dat ik deze dressing ook heel erg lekker vind. Misschien nog met een beetje truffel olijfolie erbij. Dan heb je echt een hele lekkere truffelsalade. Oh my god. Ik vind het zo lekker. Ik vind het echt lekker. Dus ik ben heel erg benieuwd hoe deze gaat smaken. En gaan we denk ik binnenkort al openmaken. Liefst met een burrata of zo. Een burrata salade met deze. Je kijkt niet excited. Ik nodig Serena wel uit. De burrata wordt verpest, maar... Nee. Volgende cadeautje is heel erg leuk. Moet hem even in elkaar zetten eerst. Het is namelijk een houten laptophouder. En deze wilde ik heel graag hebben. Omdat ik het gewoon heel erg mooi, aesthetically pleasing zou vinden. Voor op mijn bureau. Want je hebt al heel veel van die houders en die zijn van kunststof. En die vind ik net niet mooi genoeg. Je hebt heel veel houten houders en die vind ik ook niet mooi genoeg. Dus ik had wel echt specifiek om deze gevraagd. Want je kan je laptop hier bovenop neerleggen. Je kan hem kantelen en dan kan je hem er rechtop inzetten. Als je hem wil opbergen of zo, toch? Ja, dus dan heb je hem of rechtop opgeborgen. Of je werkt er op deze manier op. Of je legt hem plat weg. En volgens mij was er... Je kan ook, als je dus je laptop erop doet, dan kan je je toetsenbord hieronder neerleggen. Oh ja. Dus dan kan je gewoon alles een beetje vrij hebben van je bureau. Mm-hmm. Ja, dus daarom vind ik wel heel erg cool. Want hij is zeg maar ook wel redelijk minimalistisch en netjes en clean. Dus ik ben er heel erg blij mee. Nou, met het volgende cadeau ben ik ook echt ontzettend blij. En dit was denk ik misschien wel het cadeau dat ik het allerliefste wilde hebben. Dat klinkt heel fout, maar ja... Ik ben heel blij met deze. Ik snap het. Ik snap het helemaal. Wat is dit? Het is een melkopschuimer. Wie mij op Instagram stories volgt, die heeft misschien wel gezien dat ik gewoon eigenlijk het hele afgelopen jaar mijn melk met de hand heb opgeschuimd. Gewoon met een French press. Wat echt eigenlijk gewoon heel, heel goed kan. Prima ging inderdaad. Maar ik merkte gewoon op een gegeven moment dat ik het toch wel een beetje wat vervelender begon te vinden. En Tara die heeft deze ook bij haar thuis. Dan hebben papa-mama hem ook? Ja. Ja, oh. Papa-mama hebben hem dus ook. Dus ik had al wel gezien van hoe ontzettend chill deze is. Super zacht in geluid ook. En hier kan ik gewoon lekkere melkjes mee opschuimen. En het wordt ook gelijk warm. En dan kan ik dus lekker in mijn koffie drinken. Want ik lust geen zwarte koffie. Nu nog niet. Dus... Ja. Super blij mee. Dus deze heb ik van mijn ouders gehad. Mm-hmm. Of onze ouders. En nou, hij is in ieder geval al een paar keer in gebruik genomen. Als jij wil, kan ik zo meteen ook een koffietje voor je maken. Lekker. Ik vind het super leuk om te doen. Nou, wij zijn in onze familie heel erg fan geworden van deze melkopschuimer. Het is echt een beetje mond-op-mond reclame en enthousiasme geweest. Want ons nichtje Mare, die had hem. Oh. En die was toen heel erg enthousiast erover. Zei, ja, maakt echt super lekker schuim, bla bla bla. En ik zei, wow, het is echt super lekker. Toen heb ik hem uiteindelijk gekregen van mijn vriend voor mijn verjaardag. Toen heb ik dat weer verteld aan mijn ouders. Dat ze... Toen hebben zij me ook maar genomen omdat ze er zo enthousiast van waren. En toen zag jij het bij mijn ouders en bij mij. En ik hoorde gewoon bij jou altijd hoe ontzettend stil die is. Maar hij is echt stil. Je hoort gewoon bijna niks. En hij is heel erg makkelijk schoon te maken, wat heel erg belangrijk is. Vooral dat. Ja. Ik ben benieuwd wie van onze volgers straks ook een melkbeschermer heeft. Ja, echt. Volgende is best wel een klassiek kerstcadeau. Sokken. Ik heb ze wel zelf gevraagd, dat ik wilde ze heel graag hebben. En deze zijn van Nike. Ze hebben die kwart sokjes. En dat vind ik toch wel heel erg leuk om bij lage sneakers dan te dragen. Zodat ze net een beetje bovenuit poppen. Mm-hmm. Vind ik heel erg cute. En dan heb ik hier ook nog een sport-BH. En dit is eentje die Larissa ook heeft. Die ik heel graag wilde, maar niet kon vinden. Want deze is namelijk heel erg fijn, omdat de achterkant is heel erg slank. En vaak hebben die sport-BH's toch al zo'n hele dikke razorback. En dat past gewoon niet altijd bij alle topjes. En ik wilde heel graag deze hebben. Dus voelt heel erg fijn. Alsnog is hij zeg maar, hij volgens mij medium support of nog steeds high. Eén van de twee. Maar het is in ieder geval niet een low support. Mm-hmm. En dat heb je vaak wel inderdaad met die hele dunne bandjes. Maar deze is echt onwijs chill. Jee, dus echt heel erg blij met deze. Dan heb ik hier nog iets heel schattigs. En deze had mijn moeder bij een cadeautje erbij gedaan. Gewoon als extraatje. Ik denk dat ze die was tegengekomen en dacht,
Dit is echt super wat cool. Wat is het voor vormpje? Het zijn brilletjes. Oh. Brillen, hoe noem je dat ook weer? Paperclips. In de vorm van een bril. Super schattig. Ja. Ik vind het echt leuk. Ze hebben sowieso echt heel veel paperclips in verschillende vormen tegenwoordig. En ik heb hier ook nog een unicorn make-up brush schoonmaker. Dan kan je zeg maar je borstel met zeepsop eroverheen zo schrobben. En dat werkt gewoon heel erg goed om ze schoon te krijgen. Ik denk dat het ook wel een hint was van je borstel zijn te goor. Nee, niet per se, maar ik had wel iets van, nou, sowieso kan Serena dit gebruiken, sowieso kan Tara dit gebruiken. Het is een unicorn. Na de lush video dacht ze, you need it. Nee, maar ik kan hem echt oprecht wel heel erg gebruiken, want ik deed altijd gewoon met mijn hand. En dat is natuurlijk veel handiger en hij is echt super cute. Ja. En dan heb ik van mijn vriend een vliegticket gekregen naar een mooie bestemming in een mooi land. Waarschijnlijk onze volgende bestemming, dus ik denk dat dat de Filipijnen wordt. Dus dat vind ik wel heel erg leuk. En daar heb ik heel veel zin in trouwens. En mijn volgende cadeautje is de Magic Bullet. Deze keer misschien wel gewoon van vroeger nog van Telcel. Echt een top ding. Het is eigenlijk gewoon een heel klein apparaatje. Je kan er echt van alles mee doen. Smoothies, dingetjes mee mixen. En als mijn vriend wel eens nu Indonesië aan het koken was, dan ging hij zeg maar al die kruiden mixen in een blender. En ik kreeg het serieus bijna nooit schoongemaakt. Dus ik zat er eigenlijk altijd een beetje over te zeuren. Dus daarom dacht ik, oh, en de hakmolen had hij kapot gemaakt. Ja, het is wat. Dus nu hebben we de Magic Bullet. Het lijkt me gewoon wat makkelijker schoonmaken. En het neemt net wat minder ruimte in. Want ik wil een beetje gaan declutteren in de keuken. Dus ik ben heel erg blij dat we deze hebben. Je kan ook chocolademousse maken, heel makkelijk ermee. Oh ja. Dat was dan slagroom en dan een lepel Nutella of zo. En dan drie keer drukken en dan heb je gewoon chocolademousse. Die telcelreclame van de Magic Bullet is misschien wel de enige reclame die ik keer op keer bleef kijken. Ook al heb ik hem... Had ik hem al drie keer gezien. De vierde keer zat ik weer te kijken en ik zette hem niet weg. Dan heb ik nog een berichtje en dat is alvast een gelukkig en gezond nieuwjaar. Ik dacht, ik praat met je mee, maar het ging niet goed. Sorry. Ja, we wensen jullie echt een gelukkig en gezond nieuwjaar. En we willen jullie heel erg bedanken natuurlijk voor het afgelopen jaar 2018. Nou, in het nieuwe jaar gaan wij samen eventjes een break nemen van ons vaste uploadschema op YouTube. Maar niet getreurd, want er staan natuurlijk heel veel video's van de afgelopen maanden... maanden online die je natuurlijk nog kan terugkijken mocht je die gemist hebben. Zoals de Aruba vlog misschien als je die gemist hebt. Check hem zeker eventjes. Dus bij deze weet je dat we nu op dit moment even een pauze nemen op YouTube. Maar we gaan zeker niet weg en we komen ook zeker weer even terug. Volg ons wel op Instagram als je dat wilt. Want daar zullen we wel gewoon dagelijks blijven posten. We proberen gewoon elke dag stories te plaatsen. We proberen het, zal niet elke dag lukken. En in ieder geval foto's te plaatsen. En er komen ook nog wel wat leuke winacties aan die je waarschijnlijk niet wil missen. Dus ik hoop dat jullie allemaal Instagram hebben en ons daar verder volgen. En ja, als we dan weer een video posten, dan zullen we het hier zien op YouTube. Maar we zullen het ook aankondigen via Instagram. Nou, heel erg bedankt voor het afgelopen jaar. En we zien jullie terug in 2019.